Het filmfestival van Gent kreeg ook dit jaar heel wat internationale gasten over de vloer. Joseph Gordon-Levitt was één van hen. Hij kwam er zijn regiedebuut Don John voorstellen. Honderden fans stonden de acteur op te wachten. Is de jonge filmfanaat een meerwaardezoeker of een sterrenspotter? Wij zochten het uit. Ben je een grote fan van Levitt? Redelijk. Ik heb toch wel, denk ik, bijna alle films gezien. Ook Third Rock from the Sun, dat is het eerste. Daar hebben we ook nog naar gekeken. Daar heb ik allemaal nog naar gekeken op Kennet. Looking forward to the festival. And I like these kinds of events, so we came to see movies and to see Joseph Gordon-Levitt, of course. Do you have tickets for tonight? Oh no, because they were sold out actually even before the program was announced, so we don't have tickets, but I am planning to see the movie after. Met die grote fan, neem ik aan? Ja, toch wel redelijk, ja. En heb je foto's gescoord? Of, Ja, heel veel foto's. Ik moet het nog allemaal bekijken, want ik weet niet of dat allemaal goed gelukt zijn. Maar ik heb hem aangeraakt. Ik heb niks bij voor foto's of handtekeningen. Ik wou hem gewoon eens een keer zien. We hebben eigenlijk vooral foto's van zijn achterhoofd op dit moment. Maar we hebben wel, denk ik, een stuk of twee goede foto's. Maar we stonden wel te ver, spijt genoeg voor handtekening. Ik ben gewoon een heel grote fan. Mensen zeggen dat we op elkaar lijken, maar dat is helemaal niet waar. Dus ik wil laten zien vandaag dat dat niet waar is. Dus dan hoopte eigenlijk mee om op de foto te kunnen gaan? Dat is het plan. Een selfie te pakken, samen met hem.